Ruim 20 coöperaties hebben vanmorgen hun certificaat in handen gekregen na het succesvol afronden van een vierdaagse trainingssessie. Deze werd verzorgd door de SAMAP in samenwerking met de Internationale Arbeidsorganisatie, Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties, FAO, en het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Volgens Erik Sabayos, technisch adviseur SAMAP FAO, zijn er bijkans 60 coöperaties in Suriname die door met elkaar samen te werken en te helpen kunnen maken dat de stimulans blijft groeien. John Bleek, vertegenwoordiger ILO, gaf aan dat de coöperaties zichzelf moeten versterken om ervoor te zorgen dat zij financiering kunnen krijgen. You are the cooperative. You need to demonstrate that you are a business partner. Right? You started with what? Knowledge. You follow with what? Practice. Then you get to the opportunity. Yes, we are here as organizations to facilitate these opportunities to get capacity. Zodat jullie sterker staan om financiering te krijgen. Dat is, maar dat begint in eerste instantie bij jullie zelf. Je hebt handvatten aangereikt gekregen rond business planning, rond organisatie. Hoe gaan we dit oppakken? En ik denk inderdaad, zolang we naar derden blijven kijken voor de antwoorden voor onze problemen, dat geldt voor ons als personen ook. Als we naar derden kijken om problemen voor ons op te lossen, dat gaat er niet komen. Maar waar we wel bij kunnen blijven ondersteunen, denk ik, bijvoorbeeld als we kijken naar jullie business planning, et cetera, hoe we dat kunnen verbeteren. Minister Permanent Sjoerdien van LVV zal de coöperaties als collectief ondersteunen. De bewindsman hoopt dat deze trainingen de coöperaties heeft geleerd zichzelf te beschermen. Albert Aboykoni, Graman der Saramakaners, die de certificaatuitreiking ook bijwoonde, merkte op dat 75% van de coöperaties niet adequaat functioneren en dat kan zorgen dat de agrarische sector van Suriname achterblijft. Wat moet je allemaal in place hebben om jezelf in bescherming te nemen? Onthoud dat. Self-defense system. En dat zijn deze zaken als een goedkoop financieringsbron, onafhankelijk worden van middelmens, is het grootste kwaad, nogmaals herhaal ik het. Maar zelf ook durven om in georganiseerd verband misschien uiteindelijk een verwerkingsunit neer te zetten. Uitgaande van de situaties wat we kunnen of wat we hebben kunnen constateren door de training, dat het nou een aantal maanden de situatie kan keren. Dus als de coöperaties nu 100% hun best gaan doen om goed te kunnen functioneren, het is hun gelukt om goed te functioneren, dan gaat de productie op gang kunnen komen. De coöperaties hebben trainingen gehad in management, organisaties, financieel en marketingsvaardigheden en de ontwikkeling van hun eigen coöperatieve plan. De trainingen zijn gefinancierd door de Europese Unie.